Een winkelketen die zijn rekeningen niet meer kan betalen, kan bij de rechter uitstel van betaling aanvragen. De winkelketen kan dan met schuldeisers onderhandelen over een betalingsregeling. Een bewindvoerder beheert dan de bezittingen van het bedrijf. Ondanks onderhandelingen loopt uitstel van betaling in de meeste gevallen toch uit op een faillissement. Op dat moment neemt een curator het over. Die probeert de bezittingen te verkopen en bekijkt welke schuldeisers het eerst betaald moeten worden. Vaak werkt een curator tegelijkertijd aan een doorstart. Meestal blijven de winkels in de tussentijd open om nog extra inkomsten binnen te halen. Het UWV betaalt het personeel een aantal weken door. De curator onderhandelt met meerdere potentiële kopers over een verkoopprijs en hoeveel banen en winkels er behouden kunnen blijven. Degene met het beste bod mag de winkelketen dan overnemen.